Een maandje of wat geleden kreeg ik van de gemeente in Hilversum een brief. Daarin stond dat als ik voor het eind van het jaar zonnepanelen aanschafte in huurkoop, dat ik dan een enorme subsidie zou krijgen. Nou, ik dacht, dat lijkt me geweldig. Broeikaseffect, ik word wat ouder, kleinkinderen. Zo kon ik toch op een redelijke manier iets aan het milieu doen. Er stond een adres bij van een firma in het zuiden van het land. Meteen gebeld. Het zou ongeveer €50 in de maand kosten. En die man zei dat dan in 7 jaar tijd die zonnepanelen van mij zouden zijn. Fantastisch! Nou, mevrouw, wat is uw postcode? Nou, dat vertelde ik. En hij zei, nou, dan heeft u ongeveer voor €3.800 aan zonnepanelen nodig. Goh, nou, noteer maar. Mag ik even uw geboortedatum, zei hij. Ja hoor, zei ik, 14-9-1946. Ik ben 71. Toen bleef het even stil. Toen zei hij, mevrouw, dat kan helemaal niet. U komt hier absoluut niet voor in aanmerking. U bent veel te oud. Wat denkt u? Als u direct doodgaat, dan zitten wij met die zonnepanelen. Want de waarde van die zonnepanelen, dat kan wel oplopen tot €17.000. Ik snapte er niks van, maar goed. Hij zei, we hebben laatst zo'n gevalletje aan de hand gehad. Er ging een vrouw, die had die zonnepanelen aangeschaft via de huurkoop. En toen ging ze dood. En die kinderen wilden dat niet overnemen. En nou zitten wij met die zonnepanelen. Dat is een enorme stop. Nee, daar kunnen we niet aan beginnen, want u haalt dat vast niet. Ik was helemaal verbijsterd. Ik was doodstil. Nou, er moet heel wat gebeuren, wil je mij stil krijgen? Maar dat lukte dus. Goed. Toen dacht ik, wacht maar. Er bestaat toch zoiets als vloggen? Waarom zou dat een privilege zijn voor alleen maar jongeren? Waarom zou iemand van mijn leeftijd niet kunnen vloggen? Nou, mijn naam is Marga van Praag en u hoort nog van mij.